Oké. Dit wordt de nieuws uit Zendingnacht van nummertje. Fokkie die fok. Even kijken. Dit wordt nummer 86. En ik ga het hier hebben over de antichrist. En dat heb ik beloofd in deze uitzending. En die zie je hier. Die heb ik nog niet gepublished, want ik heb nog steeds geen internet. Maar ergens aan het einde hier, dan beloof ik dus jullie om iets te gaan vertellen over de antichrist. Dat is namelijk een ander begrip als christ. Dat is een heel ander idee. Ik ga erover uitweiden, maar als eerst is het belangrijkste dat jullie gaan snappen dat kennis, dat kan niet in, zoals in de Matrix gaat. In de Matrix, als je die film nog weet te herinneren, dan die jongen, die Neo, die kreeg een plug in zijn kop en binnen 30 seconden had hij de hele Mahabharata van achter naar voren en van links naar rechts in één keer begrepen. Zo gaat dat niet. Dingen kosten tijd. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste les die ik jullie kan leren. Dat je tijd moet nemen om dingen te begrijpen. Of je moet het gewoon willen dat je dit wil. Met zo'n juffrouw van Athene die je niet in de gaten hebt. En die vrouw daar rechts onderin, die heeft zoiets van: oké, of gaat ze nu net weer zitten? Kan ook, hè? Of is ze aan het gaan staan? Ja, je weet het niet, hè? Nee, volgens mij is ze als een van de eerste om te gaan staan. Dat is het, denk ik. Ze is er al helemaal klaar voor. Hoera, hoera. Over de antichrist. De allerbelangrijkste, dat is in mijn ogen dan, hè, dat ik het meeste gelijk mee zou komen, dat is deze auteur. Die heet Tupper Sorcy. Ik zal even zijn wiki erbij pakken. Hij heet voor mij, ja, Frederik Tupper Sorcy. F. Want hij laat zichzelf noemen Tupper Sorcy. Hij is de derde. Hij was een componist, een muzikant, een schrijver, een artiest en een samensweringstheorist. Ja. Hij heeft een heel mooi boek geschreven en het heet Rulers of Evil. En dat kan je gewoon downloaden. Ik zal het even laten zien, dat maakt toch niet uit. Tupper Soucy, Rulers of Evil, PDF, en dan moet dit er allemaal af. En nu mag die underscore nog weg. Zo. Oké. Die kan je zo downloaden. Rulers of Evil, Useful Knowledge about Governing Bodies. Useful knowledge, dat is dan kennis waar je wat aan hebt aangaande de lichamen die ons gouverneren. Er zijn lichamen die zien toe op ons. En als je dan wil weten hoe dat in elkaar zit, nou, dan staat dat in dit boek. En hij was ook de auteur van The Miracle on Main Street. En dat was toen een heel goed verkopend boek. En ergens in begin jaren 90, toen kreeg hij mot met de Belastingdienst. In die zin dat hij dus wist dat hij helemaal die vergoeding niet schuldig was.
Maar dat lukte niet bij de rechter. En de rechter zei, je gaat toch maar de gevangenis in. En toen dacht hij van, oh ja joh. En toen heeft hij zichzelf 10 jaar lang verscholen gehouden. Ondergedoken. En in die 10 jaar tijd heeft hij onderzoek gedaan naar degene die achter hem aanzaten. Want waarom wilden ze geld van hem? Het was niet contractueel overeengekomen. Dat zogen ze gewoon uit hun duim. Net zoals dat met in 2015 was dat. Toen ging de Europese Unie plotseling zeggen, je krijgt een naheffing van 325 miljoen euro. En even daarna kregen we een naheffing van 400 miljoen euro. Ja, waarom zouden we dat betalen? Met mijn klanten kon ik dat soort dingen niet flikken. Dat kan ik je wel vertellen. Ik kon ze ook wel een factuur sturen. Maar als ze het niet eens waren met de geleverde dienst, ja, dan ging die factuur die ging gewoon in het bakje. Die werd niet eens geregistreerd. Zo is het toch. Maar op een of andere manier zijn er dus mensen en die hebben unlimited toegang tot ons geld. En hoe zit dat in elkaar? Nou, Frederik Tupper Saucy, CQF Tupper Saucy, hij is overleden in 2006. Onder gewoon een natuurlijke dood. Dat is wat ik ervan begrepen heb. Dus. Je hebt ook die andere, die heette Minton William Cooper, oftewel Bill Cooper. En die is doodgeschoten door dezelfde organisatie, overigens. En op het internet kan je dan vinden dat William Cooper, die had het er echt wel naar gemaakt hoor. Ja, als je zo stout bent, moet je er niet gek van op staan te kijken dat je doodgeschoten wordt in je eigen huis. Bij je eigen voordeur. Maar dat is F. Tupper Saucy niet overkomen. Die is een natuurlijke dood gestorven. En over dit boek, er is een hele goede. Ik pak hem er ook eventjes bij. Dit schrijf ik nou verkeerd, maar Google komt er wel uit. Typ even door, hè? Ik ben met één hand aan het typen. Ja, hier heb je hem al. Dus gelijk raak. Mijn sound staat uit, dus je hoort niks. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Oh, dit is een. Deze is ook heel mooi. Dit is het kanaal van Brett Norman. Maar je hoort de stem hier van Jörg Gliesman. En dit staat. Nee, het staat wel goed gespeld. G-L-I. Ja, ik zit er doorheen te fiemelen. Jörg Gliesman. Dan wordt het hele verhaal van Tupper Saucy. Wordt je opgedist. Wordt helemaal uit elkaar gefileerd. Prachtig. Echt heel goed gedaan. En het kanaal waar je nu naar kijkt, dat plaatje wat je ziet, dat is Jokler 66. Ik denk dat dat Jongleur is of zo, maar dat maakt er niet zo van uit. Hè. Maar Jochler 66. Die moet je hebben. Heel makkelijk kan je die vinden. En die man die heet Jörg Gliesman. En Brett Norman, die zie je hieronder staan. Ik zal een beetje uitvergroten. En Brett Norman, dat is een timmerman. En in zijn vrije tijd doet hij ook echt hele leuke dingen. Ja, hier bedankt hij Jörg Gliesman. En dan, daar kan je dat gewoon echt allemaal op na gaan zoeken. En in deze korte uitzending, het is nu wel. We gaan niet
we stoppen 4:15 of zo. Dus nog 3 kwartier of zo. Hè? Misschien wel korter. Wil ik het alleen maar samenvatten. En dat jullie in één keer snappen waar het over gaat. Hierin kan je, in dit boek. Je kan ook het boek zelf gaan lezen. Ik heb het ook gewoon gedownload. Je kan het zo downloaden dus. Je kan ook het boek zelf gaan lezen. En je kan ook luisteren naar Jörg Liesman. En Brett Norman doet ook een bespreking ervan. Dus als je een beetje door googelt, moet je hier naartoe gaan. Doet hij ook stukjes. En Jörg Liesman, die heeft ook een kanaal. Pak ik er ook nog even bij. En dan doet hij het in het Duits. Ik weet niet of ik het heel snel kan vinden hoor. Maar hij heeft dus ook Hersers des Bösen. Ja, deze hier. Zusammenfassung des Buches Rulers of Evil auf Deutsch. Ja. Het kan ook heel helder zijn voor ons Nederlanders. Zo moeilijk is Duits nou ook weer niet. Ja, als je het moet schrijven met al die hoofdletters, die boegstaben. Dat is een beetje lastig, maar verstaan is, net als met Fries of Limburgs. Het is heel eventjes wennen. En dan versta je het gewoon. En je kan het heel goed doen dat je Rulers of Evil gewoon eerst de Engelse versie, de Engelse boekbespreking luistert van Jörg Liesman. Want zo slecht Engels kan hij nu ook weer niet. Hij is Duitser, hè? Duitser, Deutscher. Maar hij spreekt echt heel mooi Engels, heel verstaanbaar. En hij heeft een goede stem. Makkelijk naar te luisteren. En Brett Norman, die praat iets langzamer, maar maakt het ook heel erg duidelijk. Brett heeft een hele fijne timbre. Is een blije man. Ja, waarom niet? Hij is timmerman. Ik wou dat ik timmerman was. Was ik voor altijd verzekerd van werk. Ja. Het zijn mooie dingen om naar te luisteren. En dan heb je in ieder geval achtergrondinformatie. Want je krijgt van mij nu een samenvatting met hoe het zit. Hoe mijn mening momenteel, dat is 21 september 2016. En dat is dus momenteel dan 11 jaar geleden. Dat ik er een beetje achter kwam dat er daadwerkelijk iets aan de hand was. En nu na 11 jaar wil je toch een soort samenvatting geven. Dus, bij deze dan. Nou, dit moeten jullie dus echt gaan kijken. Er is een hele mooie plaatje zit er ook in. Want hij werkt ook samen met een vrouw, dacht ik. En die doet zijn videodingen dan. Maar dit zijn ze dus. Dat is dus Jörg Liesman. Huh? Deze is heel belangrijk. The Secret The Secret Terrorists. Chapter. Lalala. Dit is er eentje. En die is van door Brett Norman erop gezet. Maar dat boek, dat is van Bill Hughes. Misschien staat hier wel. Nou, dat kan je gewoon zelf naluisteren. Brett Norman. Die doet een boekbespreking van dit boek. Want in Amerika hebben ze dus presidenten vermoord. Ze verkopen er meer hamburgers dan per dag dan dat ze daar presidenten vermoorden. Maar daar heb je het ook wel mee gehad. Hè. Amerika is kennelijk erg belangrijk. Voor jullie. Het zal allemaal wel kloppen.
En wat ze in Amerika hebben uitgefroten, dat wil je niet weten. Dat is een lopertje dun door de broek. Dit was dus Bill Yule. Ik zal er even kijken of ik hem even snel kan vinden. Bill Hughes. En dan doen we video's en dit is hem. Dit is hem. Hij, er is kritiek geweest op zijn dictie. Aan de andere kant, het is echt een wandelende encyclopedie. Deze klomp moleculen is meer waard dan een Cree 2000 versie 16.3 of zo. Dat is ook een zak moleculen. Een Cree is een computer. Maar hij weet heel veel. En hier kan je het zien. Eerste antichrist. Ik moet gaan beginnen met mijn deze. Deze moet ik er nog even bij pakken. Dit gaat over een man. Deze man. Doe hem even fully skinny. Kan je hem goed zien. Hij is ook van origine Duits. Hij heeft ook uitzendingen in het Duits gedaan. Die zijn geweldig mooi. Dat is het Duits wat ik kan verstaan. Hij spreekt het ook niet meer dagelijks, want hij woont in Zuid-Afrika. Dus hij spreekt eenvoudig Duits. Hij legt dat ook allemaal uit. En het heeft alles te maken met het boek Openbaringen. Want daar gaan we naartoe. Ik heb hem hier staan. Als ik hem kan vinden. Ja hoor. Ik heb een brief geschreven aan Jurk Gliesman. Deze. Die kan je hier downloaden. En dit is mijn tweede brief. Dit gaat over het boek Openbaringen. De komst van de antichrist. En de Engelse tekst die je hieronder ziet. Het klinkt een beetje gek, maar kijk, de U hier. Hè? Dat is een V. Heaven. En deze V, die spreek je uit als U. Dus vandaar dat een W, dat heet een dubbel U. Het oude Engels. Dit is King James 1611. De Bijbel eigenlijk. De allerbeste. En hele mooie tekeningen erbij. En hier eindigt het mee. Waar gaat het om? Nou, in het boek Openbaringen staat dat als de antichrist komt, dan duurt het nog 7 periodes, 7 weken, of 7, het duurt nog 7. Jaar, mag je van mij zeggen. Maar dan duurt het nog 7 omwentelingen. En ja, dan komt Jezus terug. En dan komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Dat de antichrist, die is gekomen. Ja.
allang. En het heet... Zo. Ik hoop dat jullie dit met mij mee kunnen lezen. Futurism. Even kijken hoor. En doen we erbij Vatican. Ik weet niet of ik deze... Ik heb deze... Oh nee, deze klopt wel. Dit kanaal ken ik. En hier gaat het om. In het Nieuwe Testament, daar wordt gesproken. In het Oude Testament, als je het oude, zelfs in bij Daniel of zo. Er wordt al gewaarschuwd. En in het Nieuwe Testament zonder meer. Er was toen al een antichrist. Die zagen die mensen toen al. En dat is dit. Wat je hier ziet, daar linksboven, dat is een concilie. Ik denk dat dit een foto is van het Tweede Vaticaanse Concilie. Dat vond plaats in de jaren 60. En daarin is besloten dat de antichrist, die dus in de Bijbel wordt benoemd, dat die nog moet komen. Dat heet het futurisme. The future antichrist. En ik zeg tegen jullie dat als de antichrist niet komt, en zolang die nog niet gekomen is, dan kan Jezus niet terugkeren. Jezus heeft, ja, dat is een grapje wat ik misschien nu maak, maar Jezus heeft zo op zijn kloten gehad, dat hij denkt van fuck you. Je gaat eerst maar eens jezelf bewust zijn van het probleem, en dan kan ik even kijken of ik nog een keertje kom kijken. Maar eerst de gesodemieter oplossen. En als wij als een beetje schaapjes achter die pilaren aan blijven lopen, net alsof het leuk is. Van, oh, wat hebben ze vandaag weer een mooie leugen gehad, zeg. Poei. Ja, dan gaat het niet heel snel beter met ons. De antichrist die moet komen. In die zin, wij moeten ons bewust worden dat hij er is. En als je dan denkt van, ja maar Perry, ik vind het zo'n eng idee dat de paus, die zat achter 9-11. En kardinaal Spelman was van de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat soort ergerlijke dingen kan ik niet verdragen. Ik heb liever dat je voorleest uit de Fabeltjeskrant. Ja, dat zit er gewoon niet in. Want het is namelijk niet zo. Het is niet zoals het in de Fabeltjeskrant staat. Het is gewoon wel zo. Dat het idioot is om achter beelden aan te lopen. Het is een keiharde waarheid dat er telkens één verkozene moet zijn die de aarde regeert. En die era die wordt vernoemd naar die persoon. Dat hoeft niet per se te betekenen dat die persoon het goed had gedaan. Je kan er ook een of andere lullo hebben gehad. Dat je denkt, oh ja, dat was de moddertijd. Had je gewoon een slechte heerser. Eentje waarvan je dacht, die wordt het. Maar dat werd hem niet. En er moet er één zijn.
Dat is een metafysische merkwaardigheid of een metafysische waarheid, of zeg het maar. Het moet er één zijn. Er moet er eentje de baas zijn. Dat hebben wij niet per se nodig, maar wij zijn zo. Ja? Wir wollen ein Führer. Dat willen wij. Geef het maar gewoon toe. Iedereen die denkt stiekem in zijn hart, ja, maar misschien als we Geert Wilders echt president maken van Nederland, dan komt het toch goed. En iedereen gelooft in altijd één iemand. Dat heeft een reden. Die reden, die heeft een wezenlijkheid. Het punt is dat er dus mensen zijn en die weten dat wij dat willen. Zij bespelen ons als een viool. Adolf Hitler. Adolf, vioolspeler. Ze weten precies hoe wij tikken. Zeg maar. En ze rammen wat gebouwtjes omhoog. Iedereen krijgt een broodje kaas. Nou, en dan gebeuren er allemaal allerlei andere dingen achter de schermen. En dat wil je niet weten. Want de antichrist is geen geintje. Je moet niet denken van, oh, ik ga lekker, ik word non bij de katholieke kerk. Ja joh. Dan kom je achter een stapel stenen terecht. En voordat je het weet, dan sta je in je blote kont. En dan gaan je haren eraf. En dan denk je, ja, welke haren gaan er allemaal af? Ja. Welkom in de kerk van Christus. Dit is geen christendom. Kan je je voorstellen dat Jezus in zijn tijd, dat hij dan, ik ben Jezus en ik heb twee sandalen, namelijk een linker sandaal en een rechter sandaal, en meer heb ik niet nodig om over het water te lopen. Begrijpt hij ook maar eens wat daar staat. Maar denk je dat hij dit voor ogen had? Are you effing me ass? Met een S dan, hè? Niet A-S-S, maar are you effing, nou ja, maar, hè? Het was een beetje een soort scheldwoord, maar niet lelijk bedoeld. Maar dat zou ik echt heel erg verbaasd zijn. Dan heb je dus echt je hele boekje niet gelezen. Oh, ik slikte net weer een F in. Maar dat gaat hier niet over. Tenminste, het is niet wat ik ervan begrepen heb. Als ik destijds had gehoord van, ja, je kon priester worden met je gebouw met de 17 pilaren aan de rechterkant. En dan houden we elke 13 maart van het 17e jaar en doen wij heel veel kaboom, boom, boom. Had mij dat hoop gegeven? Nou, ik denk het niet. Want het lijkt er niet voor geen jota op. En een jota, als je dat wil weten, dan moet je denken aan een millimeter die je nauwelijks kan zien. In de zin van, je ziet hem niet. Een soort woord voor niks. Dit is helemaal niks. En het is wel de baas. Hier heb je het over het Rijk. Dit is die empire. En wij denken dat we leuk op tv zitten te kijken naar de Tweede Vaticaanse Concilie. Want oh, snel, ik hoop maar dat het voorbij is, want zo dadelijk gaan we naar de maanlanding kijken. En we kijken een beetje naar plaatjes, maar kijk eens wat je hier ziet. Wat denk je dat dit, kost? Hè? Heb ik weer een F ingeslikt? Wat ben ik toch netjes bezig. Maar wat denk je dat het kost? Ja, zeggen ze dan, maar oude vrouwtjes,
die dan hun man overleefd hebben, die doneren hun hele bezit aan de kerk. Ik denk, oh, zit die business zo in elkaar? Maar ja, die geldstroom is inmiddels opgedroogd. Want die oude vrouwtjes met poen, ja, die zijn er niet meer. Ja, of misschien wel hoor. Maar ik weet niet waar ze wonen. En zo heeft het jarenlang, eeuwenlang gewerkt. Millennia al. Eigenlijk 2 millennia. Dat ze ons voor de gek houden. En Jezus, dat was degene die hierop attendeerde. Die hier tegen ageerde. En zijn volgelingen en later zijn apostelen. Na zijn dood. Hè, die hebben hier verder over verteld. En dit is de organisatie die totaal contrair is van dat wat Jezus bedoelde. Ga het maar nakijken. Ga maar luisteren naar die mensen, dan moet je deze YouTube-film even terugspoelen. En dan pak je maar weer bij het begin op. En ga maar naar Jurk Kliesman luisteren. En Brett Norman. En Tom Fress. Die heb ik ook in een andere uitzending genoemd. En nu niet specifiek. Maar Tom Fress, dat spel je Tom, dat is in het Nederlands. Maar dan F-R-E-I-S-S. Tom Fress. Fress, zou ik maar zeggen. Ook een beetje Duitse naam. Dan hoor je de achtergrondinformatie. En nu dus over die komst van die antichrist. Wat mij wel duidelijk is, dat het percentage mensen dat bekend is met het feit dat de antichrist er al lang gekomen is, dat wiebelt al tientallen jaren lang rondom de 1 à 2% of promiel. Kijk, en als maar 1 à 2% CQ promiel van de bevolking zich bewust is van het feit dat de antichrist al lang gekomen is, dan mag je mij gaan vertellen waarom er hij dan gekomen is. Ja, ik kan hem wel zien. Ik wel. Dus ik zie dat hij al gekomen is. En nu jullie nog. En je kan ook zeggen van ja, maar Perry, ik kan het gewoon niet aanschouwen. Ik word er zo depressief van als ik me bewust word van het feit dat hij gekomen is. En dan zou ik zeggen van ja, mijn lieve schat. Maar eerst moet de antichrist komen. Eerst moet de antichrist voor ons bewust zijn. Wij moeten eerst het bewustzijn hebben om te zien dat hij er is. En dan durft de Heer, de enige geboren zoon van God. Nou, die durft het dan wel. Die waagt het er wel op. Ik ga er wel van uit dat we hem de tweede keer niet tegen planken hoeven te spijkeren. Dat hij daar niet meer om zal vragen. Dat was van toen. Maar stel hij zal nu terugkeren. Nou, hangt hij weer aan het kruis. Ja, dat is flauw. Hij kan niet nog een keer gaan zeggen. Oh God, de vorige keer vroeg ik het al. En ja, er is niet veel gebeurd. En nu hang ik weer aan het kruis. Maar zou je ze nog een keer willen vergeven? Want ze weten nog steeds niet wat ze doen. Ze hebben nou 2000 jaar de tijd gehad om erover na te denken, maar ook na 2000 jaar tijd hebben ze nog steeds geen reet verstand van wat ze doen. En dat is waar we nu in zitten. Ik wil zeggen, ja, niet zo negatief doen. Nou, volgens mij doe ik behoorlijk positief.
Ik noem gewoon het beestje bij het naampje. Zo is het. Punt. En die antichrist, die liegt maar door. Even kijken of ik nog iets leuks kan vinden. Ter leuke, welke heb ik vergeten? Even kijken. Rulers of Evil heb ik gehad. Vatican's role in de... Oh, dat was Bill Hughes, ja. Kijk hier ook eens even naar dat gebouw. Dat, hier wil je toch niet. Ja, sorry hoor, maar... Hier staat een obelisk. Hè. Ik zal eventjes voor die screen hier en dan kijken of ik kan inzoomen. Maar hier staat een obelisk. Dat is gewoon... En dit ding is niet rond. Zo'n... Een vage cirkel. Doe niet zo vaag, Ina. Je weet toch wel wat een pain is. Ken je die mop? Doe niet zo vaag, Ina. Je weet toch wel wat een pain is. Dat is dus dit. Dit is een joke. En deze mensen gaan voor hun kloten krijgen. Dat kan ik je wel vertellen. En niet van mij. Ik heb mijn Bijbel gelezen. Er is een mooie anekdote mij ter oren gekomen. Van een vriend. En die doet ayahuasca. Zoals een andere zijn tanden poetst, zullen we zeggen. Nou, hij is niet ayahuasca verslaafd of zo. Hij vindt het wel interessant. En hij is veel in Zuid-Amerika geweest. En daar hebben de lokale mensen aan de shamanen op een dag gevraagd. Zouden jullie de moeite willen nemen om specifiek antwoord te geven op een vraag? Nou, die shamanen, dat zijn ja, anders dan ik, die luisteren beter. En die zeiden van, nou, dat is goed. Dus ze keken elkaar aan en ja, ze lopen gewoon het oerwoud in. En ayahuasca all over the place, gewoon ergens gaan zitten en in de grote tunnel kijken en... Ja. En dan teruglopen met een antwoord. Je hele maag leeg gekotst of zo. Nee, ik denk niet meer dat die shamanen nog moeten kotsen. Maar... Nou, misschien wel. En die kwamen terug. En de vraag was... Waarom gaat de boel naar de Rajmode? Want dat was wat de lokale mensen om zich heen zagen. En het antwoord van die shamanen was... De boel gaat naar de Rajmode, omdat de mensen die de boel naar de Rajmode helpen... Dat zijn juist de mensen... Die momenteel van, ik weet niet hoe zij dat noemden, van het fenomeen of Allah. Of, nee, geen Allah natuurlijk, maar de wil. De wil wil dat. De wil zit zwaar te investeren in een stelletje idioten. En hoe komt dat? En hoe stoppen we dat? Maar de wil is, maar ja, zoals de wil nu bezig is. Met milieuvervuiling bijvoorbeeld. En klimaatbeheersing is er ook niet. Het is één grote speeltuin voor superrijken. Dat is het, meer niet.
En het volk wordt dan geacht om heel veel te gaan studeren en heel veel werken en dan kinderarbeid en moederarbeid. Nee, die moeder die moet het kind maar naar het kinderdagverblijf brengen. En dan kan ze zelf kroonkurken gaan kurken. Of nummerborden maken. Of toezichthouder bij de kinderspeelplaats. Terwijl als je die moeder gewoon thuis laat met haar kind. En het is gewoon echt een goede toezichthouder. Een goede gouvernante. Dan heb je die toch gewoon op de kinderspeelplaats. Daar heb je toch niet iemand voor nodig in een uniform. Nee, ik vind het gewoon duur gedoe. Dat vind ik ook van de militairen. Of van de politie. Maar waarom moet de politie een uniform aan? Dan weten de boeven gelijk. Oh! En de boeven die dan al, dag meneer. Ja, komt u maar langs met uw uniform. Ja, hallo. Ja, die boeven, dat zijn de grootste leugenaars. Dus waarom heeft de politie een uniform aan? Dat vind ik gewoon niet verstandig. Niet wat je wil. Nee, ik heb wel eens gehoord van... In de Achterhoek was er een bende Polen. Die waren aan het roven. En de politie kon ze niet vinden. Ja, vind je het gek? Ja, we kwamen eraan met een duidelijk herkenbare auto en we hadden de zwaailichten aan. En toen we op de plaats delict waren, toen waren ze gevlucht. Ja, vind je het gek? Oh. De stupiditeit, dat is iets. Er is een mooi spreekwoord van curiosity killed the cat. Ja, ken je die van stupidity killed the dog? Dat doe je toch gewoon niet? Natuurlijk hebben wij een toezichthouder nodig. Natuurlijk moet dat zo zijn. Maar dat is gewoon een toezichthouder. En die regeert bij goddelijk recht. Gewoon, dat als je mensen in de buurt vraagt van waarom is... Piet Cornelissen eigenlijk hier de buurthoudster, dat mensen hun schouders ophalen en zeggen van ja, dat weet ik ook niet, maar dat is hier al sinds jaar en dag. Dus ja, dat hoeft van mij niet veranderd te worden. En er hoeft geen verkiezingen te komen. Nee, Pieter Cornelissen is gewoon bij goddelijk recht. Het zal wel kloppen. Zo moet het. En dan moet van onderaf naar bovenaan toe. En als je dan denkt van, ja, dat kan niet, Perry, want dan moeten we dus 7 miljard mensen onderbrengen in, 70.000 lagen. Nee. 7 miljard mensen kan je onderbrengen in 7 à 8 lagen. En per laag heb je gewoon een democratie. Maar dat zijn de roelers die elkaar verkiezen. Dus iedere wijk brengt een roeler aan en een heerser. En die heersers gaan onderling, kiezen ze een superheerser. En die superheerser die gaat weer naar boven. En eens in de zoveel tijd heb je weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Jubilee. Ja, dus als iemand die is verkozen en die zit op een niveautje hoger, maar hij is op een gegeven moment niet meer acceptabel voor zijn achterban, ja, dan stemmen ze niet meer op hem en dan mag hij ook niet meer hoger. Als je verloren hebt van je achterban gelooft niet meer in jou, ja, dan hoef je ook niet meer hoger op. Behalve als staffunctionaris. Maar kijk, de hele staffunctionaliteit, die kan je gewoon aan de middenstand geven. Dat is geen overheidsfunctie. Ik heb vroeger ook gewerkt, had ik
een secretaresse dienst. Dat was mijn staffunctionaris. Die gaf me altijd keurig over de fax een lijstje van de openstaande calls. Dit moet je nog afhandelen. Dat is een goede staf. Maar dat hoeft ook geen overheidswerk. Dat is geen overheidswerk. Dat is gewoon werk. Dat is gewoon iets wat je kan of je kan het niet. En voor de rest moeten wij een. Wij moeten per 60 man ongeveer minimaal 1 vertegenwoordiger hebben. Of 2. 3. Hooguit. Ja, en die vormen dan communities met de rulers van die andere regionale gebieden. En dan krijg je een piramidestructuur. En dan krijg je torenhoog inzicht. Dan weet je op een gegeven moment precies hoe het zit. Want hoe zit het nou met China? Ja, je kan wel zeggen. Er was vroeger zo'n grap van als de Chinezen niet zo zouden kezen, dan zouden er niet zoveel Chinezen wezen. Dat was toen op tv, op de Nederlandse tv, iedereen lachte zich een kriek. Mijn vraag is, hoe gaat het met de Chinezen? Dan kan je zeggen, de Chinezen in Nederland, nou, ook. Dat zijn mensen die zien er uitermate vermoeid uit. En die drinken geen alcohol. Het is werken, werken, werken. Kijk, werken, werken, werken. Dus dat is 3 keer werken. En dan nog werken in je vrije tijd. En dan nog werken omdat het moet. Zo zien ze eruit. Zo'n taaie rakkers zijn het. Maar hoe gaat het met de Chinezen in China? Dat trauma van het 1 kind per vrouw beleid. Dat heeft een trauma opgeleverd dat duurt 7 generaties. En als je pech hebt, dat kan ook, hè? Je kan ook pech hebben. Dan krijg je er zomaar 3 generaties gratis bij. In de nazorg. Op de langere termijn. En het trauma is daar. De antichrist, die heet ook wel de zoon des verderfs. En zoals wij kunnen zien dat er een evolutie plaatsvindt hier in Nederland. Ook in Denemarken, ook in Zweden. Overal is een evolutie gaande. Kijk er maar goed naar. Die evolutie gaat heel langzaam. En daarom is die moeilijk te zien. Moeilijker te zien dan een vlindertje wat fladdert, fladdert, fladdert. Ik denk van, oh, ja. En dat gaat lekker snel. Net als een goede Hollywood movie. Dat is gewoon tjakken, de tjakken, de tjakken, de tjakken, de tjakken, de tjakken. Kijk maar naar die films van die, vooral die Joodse films. Die zijn er heel erg goed in. En wij zitten te kijken naar een evolutie die, naar de echte evolutie. En wij kijken beteuterd op onze neus. Als we ontdekken dat we. Ja, je wordt 80 als je mazzel hebt. En 145 als je pech hebt. Maar dan heb je het gehad. Dus wij zien maar een heel klein stukje. Dat wat er gaande is, mijn lieve kinderen. Dat is goed. Echt, het is goed. En laat die idioten maar. Laat ze maar die gebouwen maken. Je moet, deze gebouwen die zijn van ons. Dit zijn onze gebouwen.
En jij en ik, neem ik aan, willen hier niet komen. Want het is voorlopig iets voor ons waarvan we denken van, mwah, wat moet je daar? Wat moet ik in een vagina met een penis in het midden? Ja, ik hoef er niet per se naartoe. En zeker niet met mijn kind. Ik ben heel duidelijk over het fenomeen. Ja, dat is tegenwoordig dan een fenomeen. Hè? Om dan persoonlijk te worden. Hè? Seks en mijn dochter. Daar ben ik heel duidelijk over. En daar hebben we ook nooit een discussie over gehad. Er is gewoon een tijd geweest dat ik eens met mijn dochter... stonden gewoon allebei in onze blote piemelino. Gewoon lekker te douchen. Daar had ik helemaal geen moeite mee. Ook plas gebeuren. Zo. Ik heb vrouwtje Pies gehad. Ja. En zonder dat ik daar iets van hoefde te zeggen, ging zij zich afzonderen. Ja, niet meer samen douchen. Daar was gewoon, had ze gewoon op een gegeven moment geen zin meer in. En er was nog wel samen tanden poetsen. Maar dat doet ze tegenwoordig ook niet meer. Dat kind is 16. Hoezo ga ik naar mijn vader om mijn tanden te poetsen? Ja, die is van mij los. En bij deze mensen heb ik daar hele grote twijfels bij. Ik heb het idee dat als je dit soort stenen gaat stapelen, met al die vreemde, ja, als je zoveel geld hebt. Nee. En dan wordt er beweerd dat er leden van deze organisatie of medewerkers, degene waar de paus voor verantwoordelijk is, dat die seks hebben gehad met kinderen. Althans, dat beweren die kinderen. Kinderen uit Canada, kinderen uit Amerika, kinderen uit Zuid-Amerika, kinderen uit Zuid-Afrika, denk ik. Weet ik niet zeker, maar ik denk het wel. Kinderen uit Afrika, zonder meer, ja, misschien ook wel. Kinderen uit Spanje, kinderen uit Italië, kinderen uit Frankrijk, kinderen uit België, kinderen uit Schotland, kinderen uit Engeland. En wat nog meer? Welk land mis je? Ik heb nou een lange lijst gemaakt van mogelijke plekken waar deze organisatie kinderen seksueel heeft ge... Welk land mis je? België heb ik genoemd. Dus dat kan het niet wijzen. Duitsland heb ik denk ik ook genoemd. Van Denemarken weet ik niet veel. Er zijn ook zorgelijke berichten uit die regio. Nou, ik zal de quiz heel kort houden. Het land wat je miste. Dat was Nederland. Want daarvan weet ik wel het een en ander. Verwijt mij niet dat ik meer weet van Nederland dan van Denemarken. Ik kan geen Deens. Ik kan wel Nederlands. En deze organisatie die heeft kinderen verneukt. Bij bosjes. Moest eens weten. Maar al die gebouwen, die zijn van ons. Dus, wij hebben onze kinderen
aan Hully gegeven. En wij krijgen daarvoor in ruil al die gebouwen. Nou, dat is mooi. Dat niet alleen hoor. Want die gebouwen, ja, wat moet je hiermee doen? Ik zou gelijk denken aan het begrip pickhow whale. Een pickhow whale, dat is een heel handig instrument. Is heel makkelijk te maken. Ik zou het niet helemaal slopen. Ik vind het een mooie zonnevanger. En ja, met dat plein kan je ook wat doen. Hier kan je een kruidentuin van maken. Gewoon een ayahuasca boerderij. En dan gaan wij iedere keer hier naartoe. En dan zeggen wij een keer bedankt voor de bloemen. Wat dacht je daarvan? Zie die daken. We flikken er gewoon stront op, man. Hier bij de John Frostbrug. Daar groeit het ook tegen de klippen op. Daar moeten gewoon overheidsmedewerkers. Ze moeten met stoom moeten ze dat groen van die brug afhalen. Ja, dat groeit maar door, dat groen. We maken het hele ding groen. Dat is echt niet moeilijk te doen. Echt niet. Je moet gewoon die gemeenteambtenaren die iedere keer het groen van dit gebouw afspuiten. Ja, dan moet je tegen zeggen van, hier heb je een gratis bon voor de pingpongbalvereniging. Mag je de hele dag pingpongen? En ganzen voeren. En de ganzen die je niet op kan eten, die eten wij wel op. En dan ganzen voeren op een lieve manier. En gewoon waarderen die gans. Ja, en dan valt zo'n gebouw droog. Want dan hebben ze geen vuilnismedewerkers meer. Je kent dat prachtige verhaal, hoop ik. Hè? Ik hoop dat ik voor jou in herhaling verval. Maar in de tijd van Louis XV, of XIV, Louis, ook zo'n gebouwtjesbeheerder zoals hier. Ja? Toen hadden ze nog geen riolering. Maar ze wilden wel van wippen de wip. En natuurlijk lekker fritten de frit. En suipen de suip. Nou, hoe los je dat op? Nou, dat heb ik dus op de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Het werd mij dat dus een of andere filosoof die wist ervan hoe ze dat deden. Ja. En in die tijd had ik dus een kind van 3 jaar oud. En ik lees dan dus hoe ze dat probleem opgelost hadden om te gaan lopen feesten in een bouwwerk als dit zonder riolering. Ai, 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 ai. En dat moet ik mijn dochter gaan vertellen? Van nou, lieve kind? Ja, het lijkt allemaal hartstikke leuk hoor. Het is wel zo vroeger. Jesus mijn Christus. Nou, de oplossing was heel eenvoudig. Je had gewoon de gezamenlijke ruimte waar het lekker rook. Iedereen had parfum. En alle wijven die waren gepoederd. Die zaten natuurlijk onder de pukkels. Waarom doe je anders poeder op je gezicht? En trouwens, hoeveel pukkels denk je dat je kan krijgen mogelijk van poeder? Op je gezicht dan, hè? Of van een andere poeder in je neus, weet jij van. En daar rook het lekker. En dan brandden er kaarsjes. En iedereen kon een scheetje laten. En niemand rook wat. En dan was het heel officieel. Met een orkest erbij en zo. Ja, en dan op een gegeven moment had je iets van. Die kipdij filet. Die heb ik verteerd. En daarmee bedoel je dan natuurlijk de kipdij filet van gisteravond. Hè? Je hebt van die avondpoepers. Of je hebt. Ja, maar die feesten die gaan door. Ja, op een gegeven moment moet iedereen een keertje. Hè?
Ja, ze willen namelijk graag bij zo'n feest eten. En als je gaat eten, is een hele goede logische vraag. Maar stel, je stopt het in je mond. Ja. Dat is X. Ja. En wat eruit komt, dat is Y. Ja. Nou, als X dan groter is dan Y, word jij dan groter of kleiner? Als de hoeveelheid in je mond groter is dan dat wat eruit komt, word jij dan groter of kleiner? Ja, iedereen moet er gewoon poepen die poep. En toch worden ze groter. Ja. Allemaal hebben ze een probleem met te weinig sportschoolbezoek. Want het eten smaakt zo lekker. Nou goed, de poeperij moet er toch uit. Want als je niet poept, dan moet je naar de sportschool. Nou, ik smeer, hè. Ik heb mijn kind, ik heb effing voor een kind gezorgd. Ik heb er gewoon op toe. Met mijn neus stond ik er bovenop. Dat als zij in balans was met haar biomo. Haar biomo. Biologische moeder. Dat is een nieuwe afkorting. Haar biomo. Was ze in balans met haar biomo. En er kwam er gewoon geen stront uit. Gewoon een hele dag geen poep. En toen we toch een keer bij de antroposofische huisarts waren. En ik vroeg hem gewoon aan hem. Van nee, af en toe poept ze niet. En de hele dag niks. En toen zei hij tegen mij van nou, hangt ze wel aan de tiet? Ik zei ja, volop. Nou, dan is er niks aan de hand. Dan is ze precies in balans. Maar in balans waren ze dus bij die feesten in dit soort gebouwen niet. He, dan gaan er gewoon meer kipdijfilet in. En dan weer verse garnalen. En dan weer chocoladesaus met. Wat hebben ze allemaal niet gegeten daar, man? Bavarawa. Door mijn vader, die kon de Franse keuken tot in zijn duimpjes. Hè? Op zijn duimpjes. En dan blijf je maar schijten. Nou, de oplossing die ze hadden, dat was dat ze in de gang hadden ze een heel mooi gordijn opgehangen. En dan een bankje gemaakt, denk ik. Maar misschien ook wel niet. Je weet het niet helemaal zeker, maar er zat misschien een bankje. En dan moet je gewoon je achterwerk naar de kant van de muur doen. En dan, ja, let it go, let it go. Let it go, let it go. Speaking words of wisdom, let it go. En dan. Ja. En dan was het weer. Misschien stro of zo om je reet af te vegen. Maar misschien deden ze dat wel niet eens. Hadden ze meer zoiets van: ik ga gewoon eco poepen. En ik ga geen stro misbruiken om een reet af te vegen. Een Puerto Rican shower eroverheen of zo. Of een pssst. Met je parfum erop. Weet ik veel wat ze deden. En dat waren die tijden. En zijn die nou veranderd? Oh ja joh. Jij sukkel. Dat kan toch niet. Het kan toch niet veranderd zijn. Als het niet in de krant heeft gestaan. Het moet toch hetzelfde zijn. Er wordt hier gesproken in Nederland over de middeleeuwen. In het Angelsaksische gebied wordt dat genoemd de donkere eeuwen. Die zijn niet voorbij. En hoe komt dat nou? Nou, dat komt omdat we ons daar niet bewust van zijn. En dan kan je daartegen inbrengen van, ja, Perry, jij bent op filosofiecursus geweest en je hebt allemaal boeken gelezen en je hebt een dikke bril en je bent een lapswans, dus je doet toch de hele dag niets anders dan een beetje het nieuws volgen. En daar heb ik geen tijd voor als bouwvakker. Dat snap ik wel. Daar gaat het ook niet om. Het gaat er meer om in jouw directe omgeving.
Siert, de drummer van mijn band, die vertelde mij: van het maakt niet uit wat ik doe. De ene keer krijg ik op een flikker. En de andere keer vinden ze het goed. En hij moest tegen mij zeggen van ja, ik weet niet hoe het nou zit. Wat willen ze nou van mij? Hij is gewoon bouwvakker. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring. Hij kan een stuk hout in tweeën zagen. Daar gaat het allemaal vanuit. Ja. En dan af en toe lopen ze te zeiken tegen hem. En daar heeft hij zich ooit schuldig voor gevoeld. En dan ging hij ruzie maken. En dan zei hij dit. En toen zei hij, dit pik ik niet. En tegenwoordig maakt hij geen ruzie meer. Hij vindt het allemaal wel best. Want hij weet gewoon wat hij moet doen als bouwvakker. Het gaat allemaal om kotjes. Dat wat ze niet hadden in de ijzerhouder, ijzerhouwer, Dodekampen. Dat hadden ze daar niet. Had je Wout, mijn bouwvakker drummer, naartoe moeten sturen. In no time had iedereen iets. Beschut tegen de regen, geen probleem. Zo klaar, jongen. Zo worden we allemaal ouder. En de tijd is echt gekomen dat de jeugd gewoon net zo bang mag worden als ik. Dus ayahuasca, dat is een fase of zo. Maar je kan nog banger worden, hoor. En weet goed dat God van je houdt. Als jij op de goede weg bent. Ja, je gaat eraan zonder meer. Wat doet het ertoe? Tegen de tijd dat jij eraan gaat. Dan denk jij alleen maar... Hé, nou dit was wel een lange wandeling, zeg. Snap je? Je hebt een mooi leven te leiden. En idolaterie, wat je hier ziet, de antichrist, die is er. En die druppelt aan alle kanten bij ons naar binnen. Ook in onze persoonlijke relaties. Want er zijn mensen in jouw omgeving ook die niet herkennen dat dit betekent dat de antichrist gekomen is. En die mensen zijn eigenlijk niet te harden. En dan moet je jezelf tegen afschermen. Nou, dit was denk ik voldoende over de antichrist. En ik ben way over time. Nee, het valt wel mee. Ik ben nog voor 5:30. De totale lengte. Ach, dit valt wel mee. Hey lieverds, hartstikke bedankt dat jullie naar mij geluisterd hebben. En op zijn... Weet het ook weer. Op zijn Duits. Zou ik willen zeggen. Tjus. Dag lieverds.